We zijn op het VVE-beheerdersontbijt. We zitten er middenin, dus ik probeer mijn stem een beetje stil te houden. We hebben aan deze kant de tafel technisch. En je ziet dat er allemaal moeilijke vragen worden gesteld aan onze technische adviseurs. En aan die kant de tafel juridisch en subsidies. Vanuit de gemeente en vanuit de provincie Noord-Holland vinden we het heel belangrijk dat VVE-beheerders bij elkaar komen om kennis uit te wisselen over het aardgasvrij worden, maar ook het verduurzamen van hun panden in het algemeen. Gezellig samen zijn in ieder geval. Leuk om alle mensen weer te zien van verschillende organisaties en van belangengroepen. We willen eigenlijk dit netwerk opzetten om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar praten, dat er kennis wordt uitgewisseld. En ja, we proberen zo die transitie naar aardgasvrij te versnellen. Rookgasafvoerkanalen, een probleem. In ieder geval, ik zie het wel als een probleem. In ieder geval technisch. Waar heel veel VVE's nu tegenaan lopen en waar we wat mee moeten. Dus het is goed om even weer alle feiten op een rijtje te krijgen. Ik was vandaag op het energieontbijt en ik had het genoegen om de VVE-beheerders die hier in Amsterdam en ik geloof ook zelfs een paar buiten Amsterdam die hier actief zijn te vertellen over de subsidieregelingen die de gemeente Amsterdam in voorbereiding heeft. We vonden het eigenlijk heel erg interessant en erg leuk, leerzaam en voornamelijk over de subsidies. Die eraan zitten te komen, is het een hele interessante bespreking geweest. Er waren veel vragen en er was ook veel interesse in die subsidieregeling, dus ik was wel blij. Wat mij deze ochtend heeft gebracht is buiten de kennis, de technische kennis en de juridische kennis die is gedeeld, dat ik veel contacten heb kunnen maken. En we hebben een aantal afspraken met elkaar gemaakt inmiddels om elkaar de komende weken weer een keer te ontmoeten. En de problemen die we allemaal delen met elkaar, om die te bespreken en te kijken hoe we oplossingen kunnen vinden. En iedereen is volgens mij hartstikke tevreden. Dat is een goede dag. Wil je ook naar een VVE-beheerders ontmoeting? Dan stuur me een mail, dan zorg ik dat je een uitnodiging krijgt. Oh.